Als je gemakkelijk pleisters of make-up kunt vinden voor jouw huidskleur, doe dan één stap naar voren. Ik ben Sarita Beinand, ik ben de trainer en ik geef privilege trainingen en privilege walks. Maar wat is nou privilege? Privilege is een recht dat aan een persoon of aan een groep personen of een organisatie wordt toegekend. Ik geloof heel erg in humanisering door dialoog en bruggen bouwen vanuit realisme. Maar dan moet er wel eerst realisme gekweekt worden. En dat betekent dat heel veel mensen hebben niet dezelfde kansen. En natuurlijk is ieder leven anders. Alleen is er echt bepaalde systemen in de maatschappij te vinden die mensen gewoon benadelen op basis van privilege. En ik vind het belangrijk om dat inzichtelijk te maken. Niet omdat je slachtoffer bent, maar omdat je dan meer hebt moeten overkomen om tot hetzelfde punt te komen. En dat mensen daadwerkelijk hun ogen gaan openen en je verhaal doet er gewoon toe. En vandaag was er een jonge groep van derdejaarsstudenten van het ROC. Die meededen aan de privilege training en ook aan de privilege walk. Er worden straks stellingen opgelezen en die zijn intersectioneel. Jij beslist zelf of het voor jou relevant is. Als je wel seksueel geïntimideerd bent, doe dan één stap naar achteren. Als je wel eens gepest bent om een reden waar je niks aan kunt doen, doe dan één stap naar achteren. Als je wel eens ontmoedigd bent om ergens aan mee te doen, vanwege je geaardheid, huidskleur, afkomst, religie of geslacht, doe dan één stap naar achteren. Als je niet bang bent dat je ongeloofwaardig wordt geacht op basis van afkomst of gender, doe dan één stap naar voren. Als je niet in armoede bent opgegroeid, doe dan één stap naar voren. Ik vond het bijzonder om te zien hoe mensen eerst in verdediging gingen, maar achteraf het voor hun ook gewoon duidelijk werd dat in het systeem waarin wij nu leven eigenlijk voor sommige focusgroepen heel nadelig is en voor anderen heel voordelig is. Ik vond het mooiste dat het meisje die achteraan stond, dat die heel erg open en eerlijk was over alles wat zij heeft meegemaakt. Want ik denk dat als je open en eerlijk bent, dan kunnen anderen er ook van leren. Doordat ik merkte dat ik anders was door mijn dan mijn klasgenoten. Ook omdat we in een heel klein dorpje woonden waar er maar 2 buitenlandse gezinnen waren. Ja, dan werden er al grappen gemaakt over je huidskleur en dat je anders was. Ik denk dat begrip het belangrijkste nu is op dit moment. En als het begrip wordt getoond en mensen elkaar leren begrijpen, dat de juiste stap is waar we naartoe kunnen gaan in deze maatschappij. Ik vind het wel heel fijn dat jullie hier stonden om dit te doen. Het is een pittige training en ik hoop dat jullie er wel op weg gaan. Dank jullie wel. Maar ik denk dat ik het belangrijkste vind is dat er empathie komt. En dat mensen een echte band met elkaar kunnen aangaan omdat ze dat inzicht hebben.